Dag allemaal, hier de Vita Beata van Seneca, paragraaf 17, alinea 4, regel 20 tot 24 bij ons. Hij heeft net zo erg toegegeven dat hij echt heel veel fouten heeft, maar dat hij op zich het genoeg vindt om zijn best te doen om van die fouten af te willen komen. Niet hoeft niet per se een super consequent iemand te zijn, een beetje hypocriet kan als je maar je best doet. En dat gaat hij nu herhalen, die boodschap, maar dan op metaforische wijze, met een heleboel metaforen. We gaan lezen. Non perveniat sanitatem, ne perveniam quidem. Ik ben niet aangekomen bij de gezondheid, ik zal er zelfs nooit aankomen. Ne quidem betekent zelfs niet, perveniam is hier futurum. Dus hier asyneton, hè. Maar deze boodschap heb ik natuurlijk al eerder gelezen. Ik ben geen wijze en ik zal het ook nooit worden. Dat hebben we gelezen. Ik denk, waar was het ook alweer? Hier zo, non sum sapiens et nec ero. En ik zal het ook niet zijn. Hier dus, ik ben niet aangekomen bij gezondheid. Dat is dus een metafoor voor geestelijke gezondheid. De staat van sapiens, zijn geest. En ik zal het ook nooit daar aankomen. Dat is, ik zal het dus nooit worden. Metaforische wijze hetzelfde gezegd. De lenimenta magis quam remedia podagrae meae compono. Contentus si rarius accedit et si minus veminato. Compono, ik stel samen, ik maak klaar. De lenimenta, verzachtingen, meer dan remedia, geneesmiddelen, voor mijn podagra, jicht. Jicht is een soort hele pijnlijke ziekte aan de gewrichten, die met name in de voeten voorkomt. Met name vroeger, en ook vooral bij oudere mensen trouwens. Lijkt een beetje op reuma. Dat is hier ook dus weer natuurlijk een metafoor. Hè? Dus hij ziet zichzelf als iemand die jicht heeft. Dat is eigenlijk een metafoor voor al zijn fouten. En daar heeft hij geen remedie voor. Hè. De remedie is echt de manier van denken van een sapiens. Dat je inziet dat alles volgens de god van de Stoa, die alles beheerst, dat alles goed is. En dat je dus helemaal volgens de natuur gaat leven. Volgens die ratio. Dat zou een remedia zijn, maar dat is nog niet bereikt. Hij heeft wel delinimenta. Die delinimenta dat slaat dan weer op het elke dag iets van je fouten af proberen te schrapen, zodat je steeds langzaamaan steeds beter wordt. Dat is hetzelfde weer als we hiervoor gezien hebben, dan maar op metaforische wijze gezegd. Contentus, tevreden, zie als hij, die jicht gaat het over, podagra is hier het onderwerp, dat is dus de fouten. Maar blijf even in de metafoor. Tevreden als hij rarius minder vaak opkomt. Accedere, naar mij toe komen. Oftewel opkomen. Dus een jicht is een ziekte die af en toe weer opkomt zetten. Dan gaat het weer meer pijn doen. En dan gaat hij weer weg. En dan heb je wat minder last. Dat is hoe jicht vaak ook werkt. En dat is wat hier dus over naar verwezen wordt. Ik ben tevreden. Tevreden als hij minder vaak opkomt. Als hij minder vaak pijn doet. Rarius komt van rarus, dat is zeldzaam. Hier in comparatives, rarior. Dat in de bijwoordelijke vorm is rarius. Dus minder vaak, wat betekent dat? En als hij minder, minus is gewoon minder, verminatur. Als hij minder pijn doet. Dat is een deponens verminari. Maar verminatur is dus gewoon pijn. Hij doet pijn. Daar ben ik tevreden mee. Dus ik heb verzachtingen daarvoor. Oftewel, ik haal steeds een beetje weg van mijn fouten. En dan zijn er steeds minder van die fouten die ik maak. En zijn ook steeds minder erg. Dat is letterlijk uitgedrukt. Maar blijf even uit een metafoor stappen. Uiteraard, ik kom twee keer si voor. Dus dat is een parallelisme. Hier, si radius accedit. Si minus verminator. Dat is echt een parallelisme. Vestris quidem pedibus comparatus debides cursor sum. Vergeleken. PPP van comparare, vergelijken. Dus vergeleken. Quidem,
dus althans, of zeker, met jullie voeten. Nou, ik druk dat Quidem even uit door jullie wat harder uit te spreken. Dan hoef ik Quidem niet te vertalen, want dat is wat Quidem doet. Hij legt nadruk op het voorgaande woord. Dus met jullie voeten vergeleken, debiles, zwakkelingen. Het is een zelfstandig gebruik van het woordje zwak. Zwakken dus hier, of zwakkelingen. Ben ik een cursor, ben ik een hardloper. Ook weer metaforisch natuurlijk, want hij gaat niet over, over hardlopen en over zwakkelingen hier. Het gaat over mensen die deugdzaam zijn of niet. En dus het gaat hier vergeleken met jullie fouten. Stelletje, ja, mensen die heel erg fout zitten. Ben ik een fantastisch deugdzaam persoon? Ben ik bijna een sapiens, zou je kunnen zeggen. Dat is nog een keer het punt wat hij maakte. Ik wil beter zijn dan de slechten. Ik ben niet gelijk aan de goeden, maar wel beter dan de slechten. En dat is waar hij hier aan refereert in metaforische zin. Maar hij wil ook niet te hard van stapel lopen. Hij wil zichzelf niet echt in de verdediging laten schieten. Dus zegt hij dit. Haec non pro me loquor. Ik spreek. Haec, deze dingen, dit, niet pro me, ter verdediging van mezelf. Het lijkt toch wel dat hij zichzelf hier verdedigt, maar hij zegt, ik zeg het niet ter verdediging van mezelf. Ik immers ben, in hier ook zelfstandig gebruik van het bijvoeglijk naamwoord, altus is diep, hier dus in de diepte, vitiorum omnium, van alle fouten. Geen diefst meer fout, van alle fouten. Ik immers ben in de diepte van alle fouten. Nou, dat is uiteraard ook een soort metaforische uitdrukking. Hey, dat betekent, dus ik ben zelf, ik heb heel veel fouten. Dus hij wil zichzelf niet op de borst slaan. Hij zegt dit vooral ook ter verdediging van anderen. Namelijk, ik zeg niet voor mezelf, maar pro illo, voor hem, of voor diegene beter gezegd. Cui aliquid acti est, kun je lezen als die iets bereikt heeft. Letterlijk voor wie iets van een daad is, oftewel die iets bereikt heeft. Dus hij heeft met name andere proficientes die daadwerkelijk echt goed bezig zijn op het pad naar sapiens wording. Die mensen wil die hard om de riem stepen door te zeggen, hè, in vergelijking met zwakkelingen zijn jullie echt hardlopers, zijn jullie goed bezig. Mensen die niet eens proberen om hun fouten te laten verdwijnen en om de ratio, de natura te volgen. Vergeleken daarmee zijn mensen die het wel proberen, althans goed bezig. Dus ook al ben je nog geen wijze, nog geen sapiens, nou, toch ben je eigenlijk goed. Hij zou hier kunnen refereren aan elke willekeurige proficiens misschien. Goed, hierna krijgen we weer allerlei voorbeelden uit het verleden van sapientes, maar dat zien we in het volgende filmpje. Tot dan.